Krijgen we de eerste start van de Short Track ST2, de zware jongens. En dan gaan we eens kijken. En Christian ook een loopkraag. Van Bovenrug, maar u aan de leiding, dan Jan Hoge-Loonstra, dan is het Berry de Vos, dan is het Anne Vos. En daarachter die hele meute van de Jan Hoge-Loonstra zit daarachter, zal denken, even rustig aan, de eerste punten zijn belangrijk. Nou, ze rijden weg met z'n tweeën hoor. En dan is het Anne Vos met daarachter de Berry de Vos. En dan is het Jan Hoge-Loonstra, Harriet Vries, nog één ronde te gaan. En nou is Jan ook wel aan de binnenkant. Harriet op de weg. Jan Hoge-Loonstra, Harriet de Vries, Gert-Jan Valk. Gel vallen in die Shortrek ST2. En het is onze vriend uit Dalen op die eerste rij. En dan gaan we eens kijken. Maar het is onze vriend Pastos van uit Groningen. We zijn afgeknipt. Onder aanvoering van Paskowski, maar daar komt hij al. Gert-Jan Valk, daar en achter is het Pascal Zwart en dan zien we alleen maar stof. Maar het is en op het vinkertouw zit Jan Hoge-Loonstra. En Jan Hoge gaat zo van 4 naar 2. Ja, en die gaat mee achter de 3 van Gert-Jan Valk uit Dalen. Om toch wat extra punten te winnen voor de Hij rijdt binnen een ronde naar een achterwiel van Gert-Jan Valk. Jan Hoge-Loonstra, regelmeters. Berry de Vos, en daarachter is het Roy Foster. Gert-Jan Valk uit Daanler, daar weer achter de 55 van onze vriend Jan Hoge-Loonstra. Op de ST2 machine, de 250 is even intact en we zijn ermee onderweg. En dan de jonge dames, wie is er? Die zijn er onder bij Berry de Vos. Die gaan er gewoon aan voorbij. Komt naar een derde plaats. We hebben het al vaak gezien dat als ze helemaal ging de grote open ogen naar de stonden te kijken. Maar als ze die array op haar hoofd heeft, dan worden ze bezig, dan verandert ze. Heel dicht bij elkaar. Schouder aan schouder, stuur aan stuur. En dat is wat we willen zien. Loonstra, die denkt op 1 uur gaan nog sneller. Loonstra op die tweede plaats. Jan Hoge-Loonstra. Loonstra, Valk, de Vos, Zwier, Peter. Ligt op groen. U mag het zeggen. Harry en Zwier. Nee, hè.
Anne Vos uit Harkema. Maar kijk eens, die Harry is mooi op een derde plaats. En ze komt binnen door. Het is Berry de Vos, de 7 aan het bos. Dan is het de 5 van Harry is 4. En Harry is die weg. En daar komt binnenkant de 5 Harry en Swiers. Kijk eens, zo'n jonge dame. Die laat gewoon de heren haar hielen zien. Ja, Gert-Jan Valken zit er ook bij. Jan ook een Leuntra. Het is een finale en kijk eens, daar komt onze mama dame. Gert-Jan Valken op Berry de Vos komt bovenlangs. En we gaan kijken, Harry en Swiers is ook nog in bovenland. Maar ook Jan Overloonstra komt er nog weer bij. Ho, ho, ho. Dat gaan die mannen zich hier onder aanvulling van andere woorden naar Harkema. Dan is het een kampioen van 2016 en dan is het Gert-Jan Valken. Daar erachter is het de 55, Jan Overloonstra. En dan de 5, Harry en Swiers. En we missen Berry de Vos. Aan de leiding, nog steeds, Gert-Jan Valken. Dan komt daar ook de 55, Jan Overloonstra. En we zitten in de laatste ronde. Gert-Jan Valken, Jan Overloonstra, aan de voet. Met onze wereldfinale. Deze man is bijzonder in de wereld. Het is het wederom die kleine zin van zijn mama is eruit geweest. In die laatste bocht nog de meter goed maakt. Ja! En zet er gewoon tegenaan. Het is de 55, dan de 3, dan de 7. Come on.